Waardoor deze samenkomst beginnen door met elkander te zingen van Psalm 119, het 67ste vers. Als nu deze
vrienden heen hingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet, want deze is het van de welke geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen, hij heeft een duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Laten wij nu eens trachten om het aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heere, gij God des hemels en der aarde, God des aanroepens en des menigvuldigen ontfermens, u zijt het die ons in de avond van deze werkdag nog in deze plaats des gebeds heeft samen willen brengen, zodat we nog zijn en wezen mogen wie en wat wij zijn. De aarde die draagt ons nog in een hemel, die dekt ons nog tot op dit ogenblik. En ach Heere, dan komt u daarin nog onderscheid te maken waar het niet is. Anderen zijn er waar het reeds eeuwigheid voor geworden is. Weer anderen liggen ziek op hun ziek of sterfbed ter neder. En wij mogen nog bij de in- en uitgaande behoren, dat u ons eens een hart mocht willen schenken om het op te merken en ogen om het te zien. Ja, een hart om u te vrezen en dat met een rechte en met een kinderlijke vrezen. En een gemoed dat voor u zou kunnen bukken en buigen, Heere. Ach, van nature, dan moet het van ons gelden, dat er is geen vreze Gods bij de mens te vinden. Ja, misschien wat slaafse vreze, misschien wat angst voor de straf der zonde, maar wij liggen daar dood in de zonden en in de misdaden. En ach Heere, wat is dan toch de mens? Ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En wij weten het niet, we beleven het niet, we gevoelen het van nature niet en het kan ook niet. Maar ach, dat u in ons midden vanavond nu nog eens wonderen mocht willen doen.
en wonderen mocht willen werken, want de Heere, u zijt dezelfde van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. En uw werk, dat zal toch door blijven gaan tot een einde toe. En zolang toch als die zon en die maan er zullen zijn, zal uw naam worden voortgeplant van kind tot kind en van geslachten tot geslachten. Ach, en ook mogen wij uw woord nog in ons midden hebben. Dat woord der waarheid wat nooit oud wordt. Want dat is een eeuwig blijvend woord, Heere. En dat altijd weer nieuw is. En nu hebben wij zo nodig dat uw woord geopend zou mogen worden voor ons hart en ons hart voor uw woord, Heere. Anders is maar een gesloten boek. En dan kan er wat verstandelijk begrip zijn. Maar het verstand dat laat na de grond van het ware weldoen op te merken. Ja, u heeft uw woord nog gelaten. En daarin ook nog onderscheid gemaakt waar het niet is. Hoeveel plaatsen, ja, hoeveel volkeren zijn er niet op deze wereld die nog nooit van uw woord gehoord hebben. Heer, en dat hebben, die mensen hebben ook allemaal een ziel voor een eeuwigheid. En wat onderscheidt ons dan? Maar ook uw woord, dat zal nooit ledig tot u wederkeren. En het zal doen hetgeen dat u behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe dat u het zende. O, dan bidden wij van u dat het nog eens een reuken des levens ten leven mocht worden, mocht zijn voor een ieder onzer. Ach, Heere, daal u dan nog af en neder en kom u nog in ons midden. En zo mocht u dan nog eens vuur branden uit het vuur willen rukken. U mocht nog eens toe willen brengen tot die gemeente die zalig zal worden, dat er nog eens roepers, schreeuwers en kermers geboren mochten worden aan den troon uw goddelijke genade. Ja, om nog eens anders deze plaats te mogen verlaten als dat de zulke naar deze plaats gekomen zijn. Want wanneer u toch een zonder uit die geestelijke doodstaat komt op te wekken, de blinde zielsogen komt te openen. Ach, Heere, wat gaat zulk een dan toch beleven? Ik ben God kwijt, geloven, ik moest sterven en ik kan niet sterven. Dan wordt er toch een roepen, een schreeuwen en een kermen geboren. En dat tot u den levendige God. En wat een lust was, dat gaat een last worden. En wat een last was, dat gaat een lust worden. En dan gaat zulk een vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doe? Zal een vrager, een bedelaar te mogen worden aan de troon uw goddelijke genade, Heere. Ach, en om er dan eens achtergebracht te mogen worden, dat zalig worden bij de mens van daar nooit meer kan vast te mogen lopen, niet meer vooruit te kunnen en niet meer achteruit, dan wordt het benauwd van alle zijden, dan wordt het waar ik wou vluchten, maar ik kan nergens meer heen, en dan de dood voor ogen. Ach, dan moeten zulken ervan uitroepen, verloren, verloren, u is voor eeuwig verloren. Maar nu heeft u hulp besteld bij een held. En dat voor dat hulpeloze, voor dat krachteloze, voor dat goddeloze, dat machteloze, voor dat verloren, Heere. O, en dat is nu het wonder van genade. O, zalig te kunnen worden in u. O dierbaar en zaligmaker, u te mogen leren kennen, de zaligheid in u geschonken te mogen krijgen, dat eeuwige wonder om dan uit te mogen roepen, en nu is hij de mijne en nu ben ik de zijne. O, dan mag er een zielenblijdschap zijn. En dan mag het geloof, dat mag wel eens uitroepen. Het leven, dat is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Ja, dan mogen zulke den apostel wel eens nastamelen. Dood, waar is uw prikkel?
hel, waar is uw overwinning, om zo te mogen leren rusten in uw volbrachte middelaarswerk, o lieve en dierbare bloedbruidegom. Gij schoonsten aller mensen, kinderen, welke u zelf daar gegeven heeft in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, in de volheid des tijds naar deze wereld gekomen, ja, de menselijke natuur aangenomen, God gebleven mens geworden, en die twee naturen die waren u nodig in die ene persoon, om daar in uw menselijke natuur alles te volbrengen wat volbracht moest worden, en dat in uw dadelijke en in uw lijdelijke gehoorzaamheid, o eeuwig wonder, aanbiddelijk wonder. Heer, en u heeft het uitgeroepen daar als een vloek gehangen hebbende. Het is volbracht. De dood heeft u willen doden. De dood verslonden tot een eeuwige overwinning. Ik leef en gij zult leven. Ach, om dat nu te mogen weten. En zo dan in u ons te mogen verliezen. Dat is nu dat zalige verlies. Valt een mens er buiten. Als er nou zulke vanavond nog eens in ons midden gevonden mochten worden van die ellendige, van die nooddruftige heren. Zou u dan de zulke nog willen gedenken? Die er in het stof liggen neergebogen, die het niet meer weten. Dat het dan vanavond voor zulken is waar mocht worden. Ja, die in het stof ligt neergebogen, die wordt toch door u weer opgericht. Gij zijt het toch, die gevangenen nog vrijheid komt te schenken en in een ellende komt te denken. U mocht willen zijn met al uw Sions volk, over de lengte, de breedte der aarde. Houd u ze nog bij de lust en bij de moed in het moeitevallen van dit aardse leven. Gedenk u zulden ook nog aan alle die niet in ons midden kunnen zijn, zieke, zwakke, oude vandaag, alle die nog met ons mee mogen luisteren, u zijt er geen tijd of plaatsen gebonden. Gedenken er nog een weduwe wezen, half wezen, wedunaren, alle trouwdragende, u mocht nog willen troosten waar niemand troosten kan. Ledige plaatsen met uzelf willen vervullen, daar u toch een alvervullend God zijt. Gedenk u nog aan alle die in moeite, nood, strijd, zorg, kommer en verdriet over de aarde gaan. U mocht willen zijn met land en volk, kerk en staat, en alle die in hoogheid zijn gezeten. En dat in de donkerheid van de tijd waarin wij leven. Tijden van Gods verzaking, tijden van Gods verlating. Ach, als we zo zien. Ja, wat is ons vaderland dan toch geworden, heren? Daar u zoveel volk in ons midden gehad hebt. En ook aan deze plaats waar zoveel godzalige knechten gestaan hebben. Ach, heren, wat zijn we dan toch ver van u afgeweken. En nu is er nog een overblijfseltje. Zo dragen we ook aan u op, al uw knechten. Heren, ook hem die aan deze plaats gesteld is om als herder, als leraar aan deze plaats te arbeiden. U mocht ook hem en ons en al uw knechten maar willen geven wat wij nodig hebben. Want wie is tot deze dingen bekwaam? In ons is er geen bekwaamheid, heren. O, dan is het onmogelijk. Maar ach, nu zijt gij het. Die het onmogelijke steeds weer mogelijk komt te maken. En dat doet u niet om ons, oh nee. Want als wij op onszelf zien, dan kan het nooit. Maar u doet dat alles om uzelf willen. Zo heeft u dan ook uw woord nog gelaten. Het werk van de GBS, mogen we dat ook nog aan u opdragen, dit comité. U mocht die arbeid nog willen zegenen. Ja, ook dat woord wat nog verspreid mag worden, ook ver over onze grenzen. Heren, ach, dat dat voor diegenen die het mogen ontvangen nog eens een levend woord mocht zijn, mocht worden. En dat u zo daar uw koninkrijk nog uit mocht willen breiden. Het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting mocht u willen zegenen. Het werk der zending.
Ja, en zo leggen wij het alles nog voor u ter neder. Zo mocht u uw bediening nog willen schenken in het luisteren, maar ook in het spreken. En dat uw naam nog eens vereerlijkt zou mogen worden, Heer. Wat zou toch een eeuwig wonder zijn als wij nog eens mochten verdwijnen. Wij niets en de Heer alles. Wij vragen het u uit genade om Christus wil. Amen. Vrienden, als wij krijgen te beluisteren wat de apostel Petrus komt te getuigen, er in dat eerste hoofdstuk, het laatste gedeelte, dan komt hij daar te getuigen van wat de mens is. Wat de mens is en wat zegt hij daarvan? Als vlees is de mens en als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. En dat zegt niet alleen Petrus, dat kunnen we ook lezen. Dat David, dat komt te getuigen in de 103e psalm. Want mensen, wij worden hier op aarde maar voor een ogenblikje gezien. En van u en van mij moet het gelden. Wij zijn reizenden naar ons eeuwig huis. Daar de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En nu is de dood in de wereld gekomen. En dat vanwege onze zonde, vanwege onze godsverlating. Want de bezoldiging der zonde, dat is de dood, mensen. Dus als we gaan sterven, dan is dat niet omdat wij oud zijn, of dat we ziek zijn, of zwak zijn, of dat we een ongeluk zullen krijgen. Nee, mensen, wij sterven omdat we gezondigd hebben. Ten dagen, zegt de Heer, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wij hebben God daar tot een leugenaar gesteld. Wij hebben die vader der leugenen, die hebben wij geloofd. En die zei, gij zult die sterven. Mensen, wat is toch een mens een dwaas? En dan moeten wij die dwaas, die moeten we niet zoeken bij Adam omtrent 6000 jaar terug. Dan moeten we die dwaas hier eens leren kennen. En dan moet het eens worden, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in Gods heilige rijden en vlekkeloze ogen. En dan gaat Petrus verder en wat zegt hij dan? Maar, zegt hij, het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dan gaat hij daar wijzen op dat eeuwig blijvende getuigenis, geliefde. Dat woord Gods wat we ook nog in ons midden mogen hebben. En dat is niet het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. Dat is niet omdat wij dat woord bewaard hebben, o mensen. Want als het aan ons lag, oh, als het aan de mens lag en als het aan de duivel lag, werd er geen Bijbel meer gevonden, jongens en meisjes. Maar die God van dat woord, want het is de stem des Heren die we nog mogen beluisteren. De Heren zelf die heeft gewaakt over zijn woord. En de Heren heeft ons zijn woord nog gelaten. Daar komt wel alles tegenin, hè. Want wat leven wij in een tijd? We leven in een tijd dat de mens God wil begrijpen, mensen. God wil begrijpen, ja natuurlijk. Wij leven in een tijd dat alles wat niet te begrijpen is, dat kan niet bestaan. We zijn zo verstandig geworden, we zijn wijzer geworden als God, dat menen we tenminste. En wat niet te bevatten is en wat niet te begrijpen is, dat moet weggedaan worden. Dit kan niet. Alles uit niet geschapen. De val, Genesis 3. Dat moet je maar vergeten. We moeten een Bijbel hebben die wij kunnen begrijpen. Nieuwe vertaling. Groot nieuws. Het boek. En ga zo maar door. Je weet wat er allemaal gaande is. Je hebt de krant vorige week ook kunnen lezen. Die week ervoor bedoel ik. Maar mensen. God laat zich niet begrijpen, hoor. De autoriteit van het woord van God moet weg. Een Bijbel die wij kunnen begrijpen, dus dat komt hierop neer. Een God die wij kunnen begrijpen. Weet je wat dominee van der Poel vroeger zei? Daar hebben de ouderen allemaal van gehoord. Weet je wat hij zei? Hij zegt, je moet God niet begrijpen, maar je moet van God gegrepen worden. En daar gaat het om, mensen.
Daar gaat het. Gegrepen. En dan voegde hij daar nog iets aan toe. En dan zei hij niet in je nek. Want dat kan wel een ogenblik pijnlijk zijn. En dan kan je wel een ogenblik beroerd van zijn. En dan kan je het wel een ogenblik bang hebben. Maar je moet in je hart gegrepen worden. In je hart gegrepen. Ja. Want God zullen wij niet kunnen begrijpen, mensen. Weet je wat de kerken Gods, de levende kerk, wel eens doen mag? De levende kerk, die mag God wel eens bewonderen. Die mag God wel eens aanbidden. En weet je waar ze dan terechtkomen? Dan komen ze daar in het stof terecht, mensen. In het stof voor God terecht te komen, Middelburg. Dat is de zoetste plaats. Weet je waar de kerk dan terechtkomt? In het niet zijn in zichzelf. En die hoeven God dan niet meer te begrijpen. Die mogen God dan aanbidden. Die mogen God bewonderen. Dat een Heer nu van eeuwigheid gedachten des vredes gehad heeft en weggesteld, een middel geschonken. Ja, een volk verkoren heeft en dan door het geloof daarbij ingesloten te mogen worden. Ja, Heere, dat u mij lief gehad hebt. Die, dat kan ik begrijpen. Maar mij lief gehad, dat kan ik nooit begrijpen. Dat kan ik nou alleen maar bewonderen. Dat kan ik alleen maar aanbidden, mensen. Om zo nou eens in het stof voor God terecht te mogen komen. God niet te begrijpen. En dan krijgt dat woord zulk een rijke waarde. Want we krijgen hier dan te beleven, mensen. Er is een tijd in het leven van de levende kerk. Dat dat woord ze veroordeelt en dat ze niets anders beluisteren als vloek, vloek en nog eens vloek. Iedere bladzijde, daar lezen ze zich erbuiten. Maar daar tegenover staat, als de Heere dan dat woord, die gouden draad die er ligt in dat goddelijke woord, mensen voor hun hart gaat openen. Dan mogen ze daar de zaligheid beluisteren. Die er is in die enige zaligmaker. En dat is Jezus Christus, die schoonste aller mensen, kinderen. Dat woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Wat hier dan ook verandert, mensen. We kunnen een Bijbel aanpassen naar de mens. Maar dat is het woord van God niet. Het woord van God, dat bedriegt ons niet. Dat is een eerlijk woord. Dat is een waar woord. Dat is een blijvend woord. En dat woord wordt nooit oud. Nooit oud, nee. Waarom niet? Omdat een Heer is gisteren, heden en tot in de eeuwigheid is Hij dezelfde. De onveranderlijke. En daarom is zijn woord ook onveranderlijk. Dat woord, dat zal ook blijven tot in de eeuwigheid. En dan heeft een Heer dat woord nog gelaten, mensen. Ook in Middelburg, ja. Je. Waar zoveel godzalige knechten gestaan hebben ten tijde van de nadere reformatie, welke ons bekend zijn. Ja. Is dat geen eeuwig wonder? Omdat de Heer waakt zelf over zijn woord, mensen. Maar nu gaat het erom. Is dat woord voor u, voor mij, een levend woord geworden, mensen? Is dat woord een woord der waarheid voor ons geworden? Maar hebben we ook dat woord wel eens aan ons hart mogen drukken? O dierbaar woord, o lief woord, ge zijt zoeter dan honing en honing zijn. Mensen, om daar de stem des Heren dan eens te mogen beluisteren. Niet een dominee, niet een ambtsdrager, niet een kind van God. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan valt die knecht valt er buiten. En wat zou het gelukkig zijn, mensen, als die knecht er hier in Middelburg buiten mocht vallen. Die man uit Ede vanavond, als die dan ook eens buiten mocht vallen. En dat God nou vanavond nog eens de eer mocht ontvangen. Dat hij nog eens groot gemaakt mocht worden. Dat hij zichzelf nog eens mocht willen verheerlijken. En dat in het zalige van verdoemelijke zondaren. In het zalige van dat verlorene. Verloren liggen we, mensen. Van onze zijde is de verloren zaak. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. We hadden gemeend vanavond een ogenblik stil te staan bij datgene wat u is voorgelezen. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En daarvan het 11e hoofdstuk. De versen 2 tot en met 6. Wij noemden nu Matthäus 11.
van vers 2 tot en met 6, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En wat er dan verder volgt tot en met vers 6. En dan zouden wij hierboven willen schrijven: Johannes in de gevangenis. En we zouden bij een tweetal gedachten willen stilstaan. Ten eerste bij de vraag. En ten tweede bij Jezus antwoord. Dus Johannes in de gevangenis. Ten eerste bij zijn vraag. En ten tweede bij Jezus antwoord. Doch voor we daartoe overgaan, willen we eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het vijfde vers. En dan wil ik u nog mededelen dat straks aan de uitgang zal er gecollecteerd worden voor de Griffemidden Bijbelstichting. Wij zouden deze collecte hartelijk in uw milddadigheid aan willen bevelen. De Heere zegene u en uw gaven.
Johannes in de gevangenis. Die wegbereider, die voorloper waarvan geprofeteerd is, zie ik, zend mij een engel die die wegbereiden zal, zit die in de gevangenis. Hier. Johannes, zijn naam, dat wil zeggen, God is genadig. Zal God hem nu vergeten zijn? Zal de Heere zijn genade, zal hij die vergeten zijn te bewijzen aan Johannes dat hij nu in de gevangenis zit? Nee, God vergeet Johannes niet om mensen. God weet ook Johannes wel in de gevangenis te bezoeken, te troosten, te sterken, te ondersteunen. Maar waarom zit hij dan in de gevangenis, wel geliefde? Hij was gezonden om van dat licht te getuigen. Dat licht dat in de wereld zou komen, het welke is Jezus Christus, dat licht der heidenen. En waarvan dat licht gesproken wordt, getuigd wordt, die boodschap, waar gewezen wordt op dat Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, geliefde, daar komt vijandschap. Daar komt vijandschap, want het licht en de duisternis, dat verenigt zich nooit. Het licht en de duisternis, die staan altijd tegenover elkaar. Want het vrouwenzaad en het slangenzaad zal ook nooit verenigen, geliefde. En daarom, maar wat is dan de reden dat Johannes in de gevangenis terechtgekomen is, zult gij zeggen? Wel, geliefde, dat kunnen wij lezen in dat 14e hoofdstuk. Want in dat 14e hoofdstuk, daar staat het zo duidelijk hoe dat Johannes, hoe dat hij daar Herodes bestraft had vanwege zijn zonde. Daar hij de vrouw van de broer genomen had. En daar had Johannes Herodes over aangesproken. Want die vrouw welke daar Herodes genomen had, daar staat van dat hij is geworpen in de kerker om Herodias, de huisvrouw van Filippus, zijn broeders willen. Daar Johannes gezegd had, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En vrienden, daar was Herodes niet van gediend. Hij wenste en hij wilde niet op zijn zonde gewezen worden. Hij wilde niet aangesproken worden over die weg welke hij bewandeld had. Dat dat een weg was welke krom was. En dat is niet vreemd, mensen. Want spreek ons van zachte dingen. En als de dingen bij de naam genoemd worden, ach wat, wat kan er dan menigmaal een vijandschap losbarsten. En dat is ook gebeurd en daarom die man die moet maar in de gevangenis. Die man die moet maar in de kerker geworpen worden. De macht der duisternis, geliefde, probeerde die mond te sluiten van Johannes. En dat is, daar is niets aan veranderd. Want hoe menigmaal moet ook de levende kerk ervaren. Als het aan de duisternis lag, geliefde. Als het aan de macht der duisternis lag, dan zou die kerk nooit meer spreken. Daar zou de macht der duisternis, zou die mond sluiten van die levende kerk. Daar zouden ze geen goed gerucht meer van de Heere voortbrengen. Daar zouden ze ook niet wijzen, die zondaren, die zonderessen. Ja, op hun zonde en op hun ongerechtigheden zouden ze de zulken ook niet toeroepen. Verlaat toch de slechtigheden en leeft. Als het aan de duisternis en de macht der duisternis lag, vrienden, dan zou ook dat woord van God zou er niet meer zijn. Dan zou ook Gods knechten zouden niet meer gevonden worden. Want de duivel die gunt God er niet één mensen. Het is wat. En wat zijn we toch gewillige slaven van die vorst der duisternis. Hè? We hebben naar hem geluisterd. En we volgen hem.
En vrienden, zolang we nu maar doen wat hij wilde, heb je nergens geen last van. Je mag de wereld van de duivel dienen. Je mag ook nog een beetje godsdienstig zijn. Je mag nog rechtzinnig zijn. Je mag jezelf nog reformatorisch noemen. Dat mag allemaal. En dan laat de vorst der duisternis die lui wel maar rust. Maar als er vanavond eentje is in Middelburg, mensen, die door God in het hart gegrepen wordt. Als er vanavond een zondaar uit die macht der duisternis getrokken wordt. Als er een dode zondaar levend gemaakt wordt. En wat gebeurt er dan? Dan gaat zo'n zonde, die gaat kermen en schreeuwen en roepen tot de levendige God. Die gaat uit de nood der zielen, gaat hij tot God roepen. Mensen, die krijgt een bidvertrek te leren kennen in zijn leven. Want die gaat beleven, ik ben God kwijt, ik moest sterven en ik kan niet sterven. Ach, die gaat de wereld en de zondedienst verlaten. Die gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, wat hem een lust was, dat gaat dan een last voor zulke worden. En wat een last was, dat gaat een lust worden, mensen. En dan wordt de duivel, die wordt woedend. Die zal zulk een gaan benauwen. Die zal zulk een gaan verdrukken. Want dan zal hij alles in het werk stellen om zijn prooi te behouden. Want dan roept hij zulk een menigmaal toe, jij kan toch niet meer zalig worden. Jij hebt te lang gezondigd, jij hebt te veel gezondigd, jij hebt te grof gezondigd. Dan gaat hij nog meer zeggen hoor. En dan gaat hij ook nog zeggen, jij hebt de zonde tegen de Heilige Geest bedreven, voor jou kan het nooit meer. En wat wordt het dan benalte? Des te meer dat die duivel, die Satan, die macht der duisternis, de kerk komt te verdrukken, te benauwen. Des te harder gaat de kerk roepen. Des te harder gaat de kerk schreeuwen, mensen. Des te meer in de verdrukking, des te harder gaan zij roepen en een troon der genade. Als je het daarop ziet, kan die kerk in donkerheid niet bezien hoor. En in de strijd en als alles zo gesloten is, mensen, kunnen ze daar niets van bekijken. Maar aan de andere zijde durf ik u vanavond toch met vrijmoedigheid te zeggen. Weet je wat die voor de levende kerk is? Precies hetzelfde als een herder die daar een herdershond, dat verdwaalde schaap, weer terugleidt naar de kudde. En zo drijft nou ook die vorst der duisternis dat volk naar God toe, mensen. Dat volk dat wordt gedreven door die macht der duisternis. Als die daar erg in had, zou die het niet doen. Maar des te harder dat hij blaft, des te harder gaat die kerk schreeuwen. Des te harder gaat die kerk roepen. Des te harder gaat die kerk kermen. Eigenlijk doet hij dan nog een goed werk. Maar dan kan hij zeer in donkerheid en in duisternis. En als hij in de gevangenis zit, niet bekijken, mensen. En daarom, Johannes, hij is in de gevangenis geworpen. Laat God dat toe, zult gij zeggen. Ik begrijp het niet. Nou, dat weet ik niet. Maar eens even wachten. De Heer is niet abuis, mensen. De Heere die is niet abuis en die gevangenis voor Johannes, he, dat predikt het einde van Johannes. Want het zal niet lang meer duren. En dan zal Johannes, die zal het hoofd zal eraf moeten, mensen. Dan zal Johannes, die zal opgenomen worden in Gods heerlijkheid. Wat is die Johannes vroeg over mogen gaan vanuit de strijdende kerk in de triomferende kerk. Geen 33 jaar oud zijnde. En toen nam God hem op in zijn heerlijkheid, mensen. Zijn hoofd ging eraf. Maar weet je wat die man mee had, mensen? Die man die had gelukkig in zijn leven, had hij er wat van mogen beleven dat er een ander hoofd was. En dat was meer waard dan zijn hoofd. En dat andere hoofd, dat was hij waarvan hij mocht getuigen. Want Johannes, hij hoefde zichzelf niet te bedoelen. Hij hoefde zichzelf niet te zoeken, mensen. Johannes, die mocht van zichzelf afwijzen. En daartoe komt God ook zijn knechten nog te roepen. Waartoe? Wel om te wijzen op die redder der zielen. Om te wijzen op dat lam Gods.
dat de zonden der wereld wegneemt, geliefde, om daar Christus te prediken. Paulus, toen God daar Paulus kwam op te zoeken, geliefde, door kwam te trekken in een ogenblik tijd te staten, en hij predikte terstond de Christus. Hij zegt het zelf, dat hij heeft niets anders voorgenomen dan te willen prediken Jezus Christus en die gekruisigd. Neem je Christus uit de prediking weg, vrienden, dan blijft de dood over. Een preek zonder Christus, dat is een preek zonder voedsel voor de levende kerk die erachter gekomen zijn dat buiten Christus is mij alles te dood geworden. Oh, wat mag dat toch wel eens een wonder zijn, hè? Als dan die rijke Christus eruit gestald mag worden, mensen, en als er dan op hem gewezen mag worden, dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Als er dan gepredikt mag worden dat die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Maar dan moet die ziekte wel geopenbaard zijn, ik. Want mensen, wij zitten hier allemaal als mensen die een dodelijke kwaal omdragen. Dan moeten we allemaal eens sterven. In het ambtelijke leven. En dat zal ook die leraar hier in deze plaats ervaren. Dan word je nog alles een keertje geroepen. Als er een boodschap ontvangen is, je hebt de gevreesde ziekte. Ja, dominee, zou eens willen komen, het is zo erg. Het is zo erg. Mijn man, mijn vrouw, de gevreesde ziekte. Ik had vorige week nog. En mensen, dat is erg hoor, dat is waar. Dat is verschrikkelijk. Maar als het goed is, hey, hoor je, iedere zondag hoor je niet anders. Iedere zondag hoor je dat je die zondekwaal omdraagt en dan moet je sterven. Geloven we het? Betere wijze mensen. Het is bij ons leven, leven en nog eens leven. En iedereen kan sterven behalve ik, want ik ben jong. Ik ben gezond. Ik ben sterk. Mooi luisteren jongens. Ik kreeg er vanmiddag erg in. Het is vanmiddag, was het precies een jaar geleden. Toen ik nog een kind begraven van 3 jaar oud. Ze dachten dat het kind griep had. Binnen een half uur, dat kind werd zieker, zieker, zieker. Hoor je het? Hoor je het? En de moeder had dat kind dood in haar armen. Hersenvliesontsteking. Vandaag precies een jaar geleden. Dus jonge mensen, je hoeft niet oud te zijn om te sterven voor. En je hoeft niet zwak of ziek te zijn om te sterven. Als de tijd er is, dan moeten wij er zijn, mensen. En dan houdt praten, houdt op en het redeneren, houdt op. En weet je waar het voor u en voor mij op aankomt als de dood mij vanavond grijpt? En weet je waar de Heer daarna ziet of zijn werk hier gevonden wordt? Zijn werk. En haalt de Heer zijn eigen werk thuis, mensen. Want zijn eigen werk, dat gaat naar binnen. En wat van ons is, blijft er voor eeuwig buiten. We kunnen een bekering hebben, zeg ik thuis, wel eens van Ede tot Rome. En als dat nou alleen maar van onszelf een is, en als de dood ons grijpt, dan kunnen wij God daar niet mee ontmoeten, mensen. Maar waar zijn, hé, en wanneer is het nou waar? Er is een volk op aarde, mensen, die komt erachter, oh God, ik ben niet waar. Als u mij niet waar komt te maken, heren, dan ben ik nooit waar. Nooit. Die hebben waarheid nodig en die zijn zo bang voor bedrog, mensen. Want als de Heer toch je komt...